Wat bij professie? Ja, Paul. Ik ben Jules. Ik zag het al gebeuren dat je ging lachen dat ik helemaal anders voelde. We hadden het op 1, 2, 3, 4 verschillende camera's gehad. Met heel veel licht. Ja. Morgen als je ervoor het spiegel staat, hé, wat ben je bruin geworden. Ja. We gaan afsluiten met toegankelijke ier. Ja, vast wel, ja. Ja. Nou, het is een ier. Ruwenkuw. Of die toegankelijk is, betwijfelijk, want het is de Car Strength Limited Edition. 62,3%. Hoe noem je dat dan? Een cornflake whisky? Ja, zoiets. Bij de ontbijt. Ja, we hadden net heel even erover. We hebben een aantal castrings al voor ons neus gehad van Rowan Co. Maar er zaten jaartallen gebonden. En we waren heel even kwijt welke was. Want eentje was een 13 jaar oude op portwater. Ja. En die was van 2021. Joker. Volgens mij. Want die hebben we toen rechtstreeks uit Ierland laten komen, omdat hij hier nog niet... Oh, ja. En daarvoor was de 2020. Dat is meestal voor 2021. Ja, nee, wat we gehad hebben. Ik weet niet of het 2019 of 2020 was. En ben even kwijt wat de maturatie of rijping was. Maar hier zit geen jaartal op. Het is wel een blended Irish whiskey aged in bourbon casks. Was die andere een single malt? Hebben we daar een review van gedaan? Want dan kunnen we dat nakijken. Ja, die 13 jaar, die is 2021, daar hebben we wel een review van gedaan. We hebben de Ronco Cask Strength 2020 gedaan. Ja, top. Dat was ik wel mager. Nee, ik ook. Ja, dat is de 2020. Dat is de 13 jaar oude dan. Maar we hebben nog eentje. Of hebben we hem gewoon gedronken en geen review van gedaan? Kan natuurlijk ook. 6 hours later. Maar dit is volledig gerijpt op bourbon. Bourbon, ja. Bourbon. Oh. Ja, maar dat is Ronco eigen. Ik heb tot nu toe altijd losse kurk op mijn Ronco's gehad. Daarom doen ze zo heel veel plastic eromheen waarschijnlijk. Slechte kurk. Maar ja, dus, ik ken een aantal mensen, als je zoveel alcohol erin nekt, dan gaat het ook zo soepel. Hashtag. Nee. You know who you are. Nou, dat zou ik niet doen. Dat hier, dat gaat zo, maar als je dit doet zo, dan gaat je traanbuis wat dingen doen. Ja. Nee. Snoef. Oh, ja. Nee. Kokos. Kokos? Kokosnuts. Ja, helaas. Nee, val mee. Heb je al eens bounty ijs gehad? Nee, maar zo zou het moeten ruiken. Zo zou het moeten ruiken, ja. Beetje chocola, beetje kokos, een beetje vanille. Romig. Ja, romig. Het is een bounty gekruist met Mars. Een bounty met flurry. Bestaat dat? Ja, dat bestaat volgens mij ook nog. Wel 60 plus al, nee. Alcohol. Dat hebben ze bij de Mac niet. Nee. Nou ja, misschien moet ik het voorstellen. Nee, maar het is inderdaad een hele zoete neus. Daar zit niks fris fruitigs op. Ik weet niet, valt kokosnoot onder fruit? Ja, ik denk het wel. Dat is een noot. Met fruit.
Geen idee. Ik heb echt geen idee. Ga ik daar wel op zoeken, want anders kan ik niet slapen. Ja. Je weet dat een tomaat wel fruit is, hè? Ja, dat is ook nog. Okay. Ja, voor de rest eigenlijk even vrij weinig uit. Nee, dus het is... Bounty ijs. Ja, bounty ijs met... Een beetje karamel. En heel veel alcohol. Ja. Sluitje. Nee, ja. Zo. Stevige jongen. In eerste instantie dacht ik, oh. Maar toen begon ik door te drinken. Ik heb hem nog steeds. Zo. Ik kan me herinneren van die vorige. Ik vind deze heftiger. Oké, dus dat is 4%. Nah, ja, dat is 4%. 4% alcohol, man. Nou, en dan gaan we even terug naar onze vrienden uit Texas, bij Balcones. Die brengen dit soort dingen ook uit. Maar ik vind bij Balcones iets soepeler overkomen als dit. Dit is... maar ja, misschien is dit gewoon even een kwestie van wennen. Want we zijn op zich vrij licht. 40, 40, 40. Ja, die rum was 46. Ja. En de rest is gewoon 40. Oh. Maar dan nog. Normaal... Maar tweede slot. Kokos heb ik niet meer op de mond. Die is opgelost. Karamel toffee. Heel veel karamel. En een beetje anijs. Karamel toffee anijs. Ja. De aftrok is al een stuk minder lang dan wat je zou verwachten. Als je kijkt hoe intens de pallet is. Ja, de aftrok wel, maar echt alles in mijn mond blijft natuntelen. Soms zelfs een beetje pijn. Nee. Oh. Ik, ja. Wat haal je hier van fruit uit? Ik vind het voor echt, en dat meen ik echt, ik vind het vooral karamel. Karamel, alcohol, karamel, beetje aan niks. Alcohol. Als je echt gaat zoeken, is het zit een beetje een kersen. Ja. Maar dan moet je zoeken. Ja. En niet de grote slok nemen. Nee. Ik vond die vorige beter. Ja, ik vind het niet heel veel. Ik vind het vooral heel zoet. En echt meer zoet. Ja, ik vind dat wel jammer, want ik ben wel fan van een Cask whisky aan... Nou, ik was ook fan van Runco. Ja. Ik vond vanaf de standaard blend wat ze uitbrengen tot aan die wat wij gehad hebben, vond ik het gewoon een leuk spul. Ja, deze vind ik wat minder. Ik vind deze echt een stuk minder. Kijk, het eerste positieve eraan is de alcoholpercentage. Maar voor de rest... Kosta? Zestientjes? Ja, jammer dan. Nee, ik... Maar nu moet ik heel eerlijk... Ja, ik snap het, hè, alcoholpercentage. Ja, oké. Dat snap ik, maar... En als je dat allemaal weglaat, zou ik zelfs 35 euro nog te veel vinden voor. Als jij kijkt naar de smaak en de aroma's, ja, ben je met je eens. Ik krijg gewoon een losse kurk, kijk. Ja. Ja, jammer. Ik had me hier echt mega op verheugd. Dat is echt, ik ga me ook echt serieus... Ik ben... Ja, nee, het is dat ik die andere Runco's heel lekker vind. En ik hoop dat ze de rest... beter gaan uitbrengen, maar ik geef hem echt maar 5. Ik ga met je mee. En ik had hem echt een lager willen zetten. Ja, ik vind, nogmaals, wij houden wel van de whisky met een beetje bite. Nee, maar dit is, weet je, ja. De alcohol is te overheersen, ik haal niks uit behalve dat zoete, ja, in het begin een beetje kokos. Als je me dit blind had voorgezet, hè, had je gezegd, het is Malibu.
Met heel veel alcohol. Ja. Ga niet doen. Kokos. Dat ben je zo. Als we die met die rum mixen. Met die heel veel banaan. Heb je een... Ja, met een heel lauw water erin haal je een beetje boomgraapfruit uit, maar het is... Oh. Nee, maar goed, laten we... Wacht even, hè. Oké, met een hele lauw water erin haal je boomgraapfruit. En voor de rest, ja. Dat kost 60 euro. Mm-hmm. Oké, okay, ja. Je krijgt 62,3% alcohol. En voor de rest proef je karamel. Karamel. Ja. Karamel. Ja. En je ruikt kokos. Houd je ervan, koop in godsnaam een fles Malibu. Ja. Voor 2 tientjes. Precies. Ja, het is een mindere afsluiting. Maar ja, nee. Life goes on. Ja, maar ik had ze echt hoek zetten. ik had me ook verheugd op deze, maar... Misschien moeten we... Ik ga hem even laten staan. Ik weet niet of het iets gaat doen, maar ik maak er geen slag. Wat zwaar. Ik zet hem zo even weg. Ja. Tot de volgende. Slange. Dit is volgende. Welkom bij Proficie, ik ben Paul. Ik ben Snoop. Nog steeds. Ja. Room Cool, ken je me? Ja. Nou, dit is een stapje omhoog. Maar hoe krijg je in godsnaam op een bourbon cask zoveel karamel en kokos? Hoe? 60%. Ja. Een bourbon vat kan kokos afgeven. Ja, dit is teleurstellend. Ben ja, maar ik heb, weet je, ik heb bij elke whisky heb je zo'n typisch whisky ding. Mm-hmm. No. Ja. Jezus, mijn hoofd.